Zo, ik ben er helemaal klaar voor. Ik heb allemaal boeken uit de bibliotheek opgehaald. Helemaal klaar voor de roegzomerweken. Want samen met jullie ga ik de 6 zomerkriebels ontdekken. Doen jullie mee? Zo, ik heb lekkere aardbeien. En wie er ook van vooruit houden, dat zijn wespen. En wij vinden wespen altijd heel vervelend, want vooral aan het einde van de zomer dan komen ze ons een beetje irriteren als we lekker limonade hebben of fruit. Maar eigenlijk zijn het hele nuttige beestjes. En Stefan die weet er alles van. Dat zou je net zien. Ga je met een lekker glas limonade in de tuin zitten, komen er allemaal wespen op je drinken af. En dat komt jullie vast heel bekend voor in de zomer. Nou zijn wespen ook hele belangrijke dieren in de natuur. En wil jij weten waarom? Ik ga je vandaag vertellen waarom dat zo is. Proost! Wisten jullie dat wespen ervoor zorgen dat wij geen muggenplagen krijgen in Nederland? Wespen zijn echte vleeseters en in de zomer, als ze een nest hebben, gaan ze op zoek naar voedsel. En ze vangen dan onder andere rupsen, maar ook muggen en dat geven ze aan hun jongen. En daarnaast hebben de volwassen wespen, die gaan jagen, ook energiebehoeften. Nou, net als wij limonade drinken. En in de natuur vinden wespen hun voedsel, hun nectar, in deze bloemen. En daar halen ze suikers vandaan. Maar later in de zomer, in augustus, dan zijn er wat minder bloemen te vinden. En dan wil het wel eens voorkomen dat een volwassen wesp naar jouw limonade of ijsje toe komt. En nou, daar een druppeltje van wil drinken en vervolgens weer door kan vliegen. Dus krijg jij een wesp bij je limonade, wees dan even voorzichtig. Dek je limonade rustig toe of loop een stukje verderop weg. De wesp zal een druppeltje limonade drinken en vervolgens weer wegvliegen om zijn weg te vervolgen naar het nest toe. We hoeven er vooral niet bang voor te zijn en ze doen vooral dus ook heel nuttig werk. Want door de wesp hebben wij geen last van muggenplagen. Weten jullie ook dat wespen hele slimme dieren zijn en dat we er heel veel van kunnen leren? Wat heb ik hier in mijn handen? Een papiertje. Ja, jullie herkennen de wesp waarschijnlijk ook, maar het gaat om het papiertje. En wat heeft dat met wespen te maken? Ik ga het jullie vertellen, want wespen zijn de uitvinders van het papier. En wij hebben dat van de wespen geleerd. En wespen die knagen aan bijvoorbeeld stukken hout. Daar halen ze houtvezels vanaf en dat mengen ze met speeksel. En nou, dat papje gebruiken ze om hun nest te maken. En misschien hebben jullie dat wel eens thuis of bij opa en oma in de schuur ontdekt. Dan hangt er in de hoek een nest. Nou, dat lijkt een beetje op karton of papier. En dat is aan elkaar geplakt houtvezel. En wij hebben dat eigenlijk geleerd van de wespen en kunnen daardoor papier gebruiken. Nou, en dat gebruiken jullie op school en noem maar op. En we kunnen dus heel veel leren van wespen. Hoe geweldig is dat? Hey, kijk daar, een wesp. Ja. Blijf van mijn ijs. Nou, dat is een beetje een overdreven reactie dit, hè. En we hebben net gehoord dat wespen hele nuttige en belangrijke beestjes zijn waar we niet bang voor hoeven te zijn. En wespen zullen eigenlijk alleen steken als ze zich in het nauw gedreven voelen. Dus heb jij nou een wesp bij je limonade of bij je ijsje, blijf gewoon rustig zitten en ga niet zo overdreven rondrennen. Dat is nergens voor nodig. En ga vooral kijken naar die hele nuttige beestjes waar we heel veel van kunnen leren. Fijne zomer. Proost. Hier is er een. Een lookalike. Daar gaat hij. Het zijn allemaal soorten die doen alsof ze een wesp zijn. Want ze hebben gewoon dezelfde gevaarlijke tinten aangenomen.